What up NLG jongen, het is je boy op de tube. En het is tijd voor Assassin's Creed. Assassin's Creed review? Nou, het is niet echt een review, het is tijd voor een opsomming. Ik wil het vandaag hebben over Assassin's Creed. En niet een bepaalde game, ik wil het hebben over de franchise Assassin's Creed. In andere woorden, alle games bij elkaar. We zijn dan op dit moment wel bij Assassin's Creed 4, namelijk Black Flag. Maar er zijn er veel meer gemaakt in het verleden. Toch wil ik terug naar de eerste. In de eerste Assassin's Creed werd je bekendgemaakt met het hele freerunnen in games. Het was een soort van de eerste game waarin je freerunde, samen met een beetje Infamous. Maar laten we maar gewoon zeggen dat dit de eerste beste freerun game was. Daarnaast werd je in historische settings gezet, zoals Jeruzalem, Damascus. Allemaal enorme steden die zo ver als je kon kijken, kon je ook naartoe. En zo ver als je kon kijken waren ook de graphics magisch. Wauw, wat zag het er goed uit. En het speelde ook nog soepel ook. Al deze pracht en praal in een open wereld waarin je kon freerunnen als assassin hield niks in zonder daadwerkelijk de storyline, de missies. Je was een boy Desmond en je werd gecaptured en je was opgesloten in een cel en je wist niet wat er aan de hand was. En af en toe moest je in een machine liggen en in die machine nam jou mee terug in de tijd en je werd Altair, die assassin. Altair had ook zijn eigen verhaal, maar als je het verhaal van Desmond ziet wat de hoofdverhaal was, zat Altair's verhaaltje er net een beetje in. En dat was ook minder belangrijk, want dat ging over de Templars doodmaken en hij kwam erachter dat alles wat hij deed misschien wel niet het juiste was. Maar dat was allemaal niet zo boeiend, want het ging eigenlijk om Desmond. En om de zoveel missies kwam je terug als Desmond. En dan kreeg je weer, werd je weer iets meer gevoerd van het echte verhaal. Dat zorgde ervoor dat je zo graag verder wou spelen en wou weten waar het eindigde. Het grote nadeel van deze mooie titel is dat het een open einde had. Op dat moment vond ik het niet erg. Ik zag het als een kans voor nog een goede game. Of drie goede games, een trilogie. Maar Ubisoft zag het succes en heeft daar flink aan lopen melken. En terecht! Ik bedoel, wat geld verdient, verdient geld. En als het goed is, is het goed. Maar gaat het altijd ten goede van het verhaal? Dat helaas niet. De spanning van het verhaal werd opgebouwd in nummertje 2. En in nummertje 2 kreeg je veel meer mogelijkheden. Ze gingen een beetje de GTA kant op. In Assassin's Creed 2 had je duizenden icoontjes in je maps. Van alles wat je kon ontdekken. Van schatkisten naar freerun challenges. Naar ontdekken van bepaalde kerken. Speciale puzzels oplossen in dungeons. En natuurlijk bouwde het weer verder op het verhaal van Desmond. Aan een cliffhanger van 1 ga je er bijna van uit dat nummertje 2 afsluitend zal zijn met het verhaal. Helaas was dit niet zo. Gelukkig was het fijne aan 2 wel dat je een nieuwe hoofdrolspeler had. Het was verfrissend. Het was Italië deze keer, niet Israël. En het was renaissance tijd. Het was Ezio. Het was fantastisch. Ook Ezio was vlotter, sneller en sterker als Altair. Maar toen opeens Brotherhood kwam, was je weer Ezio en veranderde er eigenlijk vrij weinig. Ja, je kreeg steeds meer extra features erbij. Je kon assassins roepen. Je had nog meer dingetjes op de kaart om te doen. Je had weer extra steden. En ik begon me te vervelen. Toen gooiden ze nog een keer Revelations ertussendoor. Die ik niet al te lang heb gespeeld. Gewoon om een punt te maken dat ik klaar was met deze melkerij. Dat ik het niet leuk vond. Veel mensen waren er een beetje klaar mee. En Ubisoft dacht van laten we het afronden. We doen Assassin's Creed 3. Kijk, het feit dat het een nummertje heeft. Geeft het voor mij een definitief gevoel. Weet je wel? Ah, hier is 3. Als ik deze nog doe, is het verhaal klaar. En op zich klopt dat wel. Helaas was Assassin's Creed 3 voor mij niet boeiend genoeg om daadwerkelijk helemaal door te spelen. En dat had voor mij te maken met, ik was verliefd op de architectuur en de freerunner wat je kon doen. En in 3 is alles behoorlijk vlak gemaakt, weet je wel. En je hebt de jaagaspect en het is allemaal net niet voor mij. En daardoor vond ik het een beetje minder. Plus, de hele nieuwigheid van het rondrennen en klimmen op dingen vind ik al niet meer zo interessant. En als je dan geen interessante omgeving hebt om in rond te klimmen, dan is er weinig nog over. Zeker als het verhaal al helemaal uitgewrongen is als een vies washandje. Na veel ophef en kotsen over deze game, zag ik eindelijk Assassin's Creed 4, Black Flag. Dit is nog niet zo lang geleden en tot op vandaag speel ik deze game nog steeds. Dat is heel af en toe. Waarom Black Flag? Waarom is Black Flag wel weer oké? Black Flag geeft je een hele nieuwe omgeving. Er zijn een aantal tegenvallers die ik echt gelijk moet benoemen. En dat heeft te maken met je kan rondvaren, eilandjes ontdekken. Bullshit, kan niet. Je komt van een eilandje, je vaart er naartoe. Is alleen een strandje en een kist staat er. Er is niet een heel eiland te ontdekken. Misschien vraag ik te veel. Maar als ik games heb gespeeld als Just Cause 2, GTA 5... En die zulke grote open werelden hebben waar overal heen kan, vind ik Assassin's Creed Black Flag zo opeens beperkt dat ik alleen maar een stukje strand kan spelen. Denk ik, huh? Wat speel ik hier? Speel ik hier een PlayStation 2 titel? Wat een beperking vind ik dat. Daarnaast hebben ze de naval battles die op zich wel cool zijn als het je ding is. Tadaa, het is niet mijn ding.
En ik weet, daarom kan ik niet haten op de game. En ik ga niet haten op de game. Maar er is zoveel naval battle in die game dat het voor mij eigenlijk niet speelbaar is. Ik vind de missies op land vind ik leuk. Ik vind het leuk, de hele assassins, tribes en al verschillende soorten assassins die erin zitten. Ik vind het minder dat ik een piraat ben die gewoon een assassins klofje aan heeft. Ik bedoel, ik ben liever in die assassins stilo. Dat vind ik veel vetter dan een piraat die gewoon assassins kleren aan heeft en net doet alsof van oh, ik hoop dat niemand door heeft dat ik eigenlijk helemaal geen assassin ben, weet je wel. Alles leuk en wel en het echt, zoals ik al zei, het hele Desmond verhaal is een beetje over en nu ga je in het Abstergo verhaal. Dus ze breiden het verhaal, breiden ze uit. Ze gaan in hetzelfde universum meer doen. Dat vind ik op zich prima, maar het boeit me nog niet echt. Ik vind dat ik moet afsluiten met antwoord op deze vraag. Albert, wat kan Assassin's Creed nog wel goed doen voor jou? Sinds des beginnende tijden dat Assassin's Creed uitkwam, hebben mensen gefantaseerd over een Assassin's Creed in het oude Japan. En daarmee bedoel ik samurais, ninja's, eer, gewoon van die grote tribes. Oh ja! Ook ik val onder de enthousiastelingen van een Assassin's Creed Samurai. Ik wil nog steeds graag freerunnen in de Assassin's Creed Samurai, maar ik wil dat ze het cranken naar 11. Ik wil dat het iets heftiger wordt. Ik wil dat iemand papa bovenop een gebouw is. Ik wil dat hij hoog kan springen, hoger dan normaal. Ik wil dat het semi-onrealistisch is. Waarom? Omdat Assassin's Creed toch al niet onrealistisch is. Dus waarom doen we nog net alsof? Waarom niet gewoon net even iets verder gaan in deze game? Of doe het een spin-off. Maar doe gewoon een fast-paced combat actie, stealth, ook heel veel stealth, met Assassin's Creed Samurai. En wauw, ga er gewoon wild mee, weet je wel. Doe, voor degenen die Tenchu kennen, heette dat Tenchu? Nou, anyway, er zat een grappling hook in en er zaten finishing moves in en zo. En ik denk gewoon met die hele vecht-engine en die hele klim-engine en de open wereld, soort van open wereld die Assassin's Creed kan simuleren, denk ik dat ze iets heel fantastisch kunnen doen. Als ze het doen in het oude Japan, dat lijkt me toch logisch, Ubisoft. Dus please, please. Als jullie nog echt vies hard willen knallen met Assassin's Creed, sluit af met een samurai game. Dit was mijn Assassin's Creed franchise roundup review, soort van samenvatting-ish. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Geef een like op de video en comment. Ik wil nog deze boy bedanken voor het commenten, want dankzij hem is deze video er gekomen. Geef een comment waar jij nog iets over wil zien. Ik schrijf het op en wie weet kom jij in de video. En dan geef jullie het auw! Check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over. www.nlgamereviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over.